kompas en twee doelen. Heilige grond en wat we dan voelen. 11 mannen staan klaar. Goedemiddag, ik sta hier met verdette van F9, F3-3 in de Voorsmond. Maar Paddel de Groot, wat ga jij van de komende wedstrijd verwachten? Nou, we hebben lastige thuiswedstrijd tegen Kwiet 5. Die staan tamelijk onderaan. Die zijn bekend om het spel langs de vleugels. Wij hebben daarom uitermate geschikte backs ingeschakeld. Oké, mooi. Ik zelf als pits, dus ik ben verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie. Hoeveel denk je dat je er gaat inleggen vandaag? Back 3, want dan trek jij een pitcher al, toch? Ja, is goed, man. Okay. Maar nog even een vraag. De eindstand, voorspelling? 6-1. Maar dat is puur concentratieverlies die ik één tegenkom. 6-1, oké, mooi. Ik wil jullie zien. Het vuur blijft branden, dit gaat nooit voorbij. Liefde voor bij mij en bij jou. 100 jaar vriendschap in het wit en in het blauw. Kijk om je heen, dit is niet voor even. Hier staan je vrienden, ja hier staat je leven. Voor eeuwig voorwaarts. Dit houdt nooit op. Schouder aan schouder gaat voort op weg naar de top. Voor eeuwig voorwaarts. Zij aan zij. Keeper Ruben Haring, a.k.a. Paling. Periodekampioen, gefeliciteerd. Heb je dat al gezegd? Het was vandaag eigenlijk belabberd slecht, maar gelukkig konden zij er ook echt geen kooi van. Ja? Dus hebben we toch nog 5-0 weten te winnen. Maar rustige wedstrijd, niet zoveel te doen gehad. De tweede jaar nu inmiddels al bij Voort en periodekampioen. Wat vond je van de wedstrijd, om mee te beginnen? De wedstrijd zelf, resultaat is goed. Over het spel was ik eigenlijk niet helemaal tevreden. Okay. Waar we de laatste weken eigenlijk al veel balbezit hebben gespeeld, was het dit keer niet het geval. Vonden we wat snel de bal verloren elke keer. Terwijl dat toch wel een kwaliteit van ons was eigenlijk de laatste weken. Ja. Dus daar hebben we weer ruimte voor verbetering naar volgende week toe. Maar verder de resultaat doen prima, wederom 0 achterin. Ja. En toch 5 keer scoren. Dat is altijd lekker natuurlijk. Ja, 5 keer scoren zeker, dat is lekker. En waarom lukt dat dan wel? En zeg je toch dat het een slechte wedstrijd is? Als je kijkt, we hebben gescoord uit een corner. En 2-3 keer een lange bal die goed viel. Ja. Dat is natuurlijk een kwaliteit dat we die bal dan wel goed neerleggen. Ja. Maar dat is niet onze voorkeur qua manier van spelen. Dat we toch een combinatie van bal de bal zelf de kans creëren. Nee, duidelijk. Dan nog een laatste vraag. Hoe zie je jouw eigen hand terug in het team? Als trainer is dat fijn dat werkt, vind ik. We hebben een speelwijze afgesproken met z'n allen. En je speelt vanuit een bepaalde formatie. En daar proberen we het goed zoveel mogelijk aan vast te houden. Ja. Die jongens zijn er allemaal en het leeft ook heel erg binnen de groep zelf. En dat is gewoon super. En van daaruit kan ik af en toe je coach wel of je wisselt wat. Maar ik zou niet zeggen dat dit puur op mijn contract komt. Dat is echt, ik denk dat het echt gewoon een kwaliteit komt en dat het gewoon echt een grote groep sterk moet zijn. Ja. Dat is gewoon echt wat het mooiste in Parijs. Ja, het is inderdaad een grote groep, een sterke groep. Ze zijn zeer gemotiveerd, vooral de laatste jaren. En ik heb het begrip never change a winning team binnen jouw tactiek van derde gehoord. Wat is jouw commentaar dan? Zie je dat terug? Of? We hebben nu natuurlijk 7 wedstrijden op rij gewonnen. Ja. In de laatste paar weken heb ik met een vrij vaste opstelling gespeeld. Vandaag toevallig wel weer wat wisselingen gehad. Ja. Nick, de vaste spits, is geblesseerd. Tim van Veen ook iets minder getraind de laatste weken. Dus dan is dat maar een andere jongens die dan wel getraind hebben met zijn mogen spelen. Ja. Maar als het loopt, dan zou je het wel veranderen. Ja, dat is toch natuurlijk wel een netwerk. Ja, zeker. En dan nog jouw doelstelling van dit jaar?
Wat was dat ook weer? Ja, ik vond het top 3. Blijkbaar in de top 3. Maar ik werd er heel hard over geroepen door de spelers zelf. Ja. Want zij vonden dat het voor het kampioenschap moest gaan. Dus goed, als de jongens dan maar zelf willen. Kijk, er zijn een aantal consequenties aan verbonden als je zoiets hard op uitspreekt. Ja. En dat heeft inderdaad ook te maken met de trainingsopkomst en andere afspraken die je maakt. Die moeten nog wel nakomen. Ja. En tot nu toe gaat het vrij goed. Dus, ja, en nog even een laatste opmerking ten opzichte van de toekomst. Ook van mij uit de laatste opmerking. Voor mijn leven. Dankjewel, DJ. Ik sta hier met oud-voorzitter Willem Valkenburg. Willem, seizoen 13-14 heeft binnen 8 wedstrijden de periode al binnengeroepen. In de 7 wedstrijden. Zeven wedstrijden. Ja. Wat vind je daarvan? Wat groeit dat bij? Ongelooflijk. En het feest is natuurlijk nog niet losgebarst. Hè? Ja. Dat tekent dan gretigheid in de groep. Ja. Iedereen gaat met los dat kampioenschap in. Dus dit is titels leuk, maar is het meer in het vak. Ja. Jij groeit naar het kampioenschap toe. Nou, niet alleen ik. Ik denk het team heeft selecties. Als ik die jongens zie, kampioenschap hier. Kampioenschap. Ah. Willem, bedankt. Hey, laat jongen. Vanavond naar de hockey met oneindige dorst. Oh.